Koeien zijn eigenlijk een beetje autistisch. Elke dag moet gewoon hetzelfde zijn. We melken ze morgens om 5 uur. Daarna krijgen ze hun eerste voeding. Daarna gaan ze het land in. Eigenlijk moet elke dag hetzelfde zijn. Dan vinden de koeien zich behagelijk en dan vinden ze het fijn. Dat brengt uiteindelijk voor dat de kaas constant van kwaliteit wordt. Die balans in die bedrijfsvoering, dat proef je gewoon terug in de kaas. Ik ben Art van Wees, trotse eigenaar van kaasboerderij De Polderzoom in Dronten. Wij verwerken onze eigen melk tot mooie boerenkaas. Wij hebben een eigen winkel hier op de boerderij. Maar wij verkopen ook op de markt. Dus mensen die van dichtbij, producten van dichtbij, geen food miles, weinig food miles. Wij leveren melk ook aan Friesland Campina. We moeten echt landelijk onze kaas verkopen om een rendabel bedrijf hiervan te maken. En op zich geen probleem, want Nederland is natuurlijk niet groot. En dan blijft het natuurlijk dichtbij. Het verschil tussen gewone kaas en boerenkaas is dat de boerenkaas van rauwe melk wordt gemaakt. En gewone kaas, fabriekskaas om het zo maar te zeggen, de melk wordt allemaal gepasteuriseerd of gethermiseerd. Pasteurisatie legt eigenlijk alles dood, dus, maar ook juist die goede bacteriën. Het voordeel van de rauwmelkskaas is dat ook juist al die goede bacteriën in stand blijven en in die kaas worden gestapeld. Waardoor het ook voor de mensen een extra boost geeft qua afweerstoffen en et cetera. Machtig veel kaas! We warmen de melk op tot ongeveer 30 graden Celsius. Zuurstof bij, zuurstof geeft de smaak aan de kaas. En wij doen er wat stremsel bij. Stremsel maakt de kaas dik. En die dikke melk die snijden wij, dat wordt het wrongel. En de wrongel die doen wij eigenlijk bij elkaar persen. Dan krijg je de kaas. Het is natuurlijk een hele korte versie van een heel ingewikkeld proces. Boerenkaas is beter. Boerenkaas is avontuurlijker. Want het scheelt echt wel of het een hele dag mooi weer is. Waar de koeien heerlijk in die wei lopen. En zich helemaal vol vreten van dat heerlijke groene gras. En je hebt natuurlijk de dagen dat het in Nederland nog steeds jammer genoeg een dikke buik heeft. Bodemsoort, soort koeien, stress bij de koeien en die boer die goed in zijn vel zit. Want zonder een boer die goed in zijn vel zit, dan maak je geen lekkere kaas. En dat is onze uitdaging om elke dag weer alles in balans te krijgen. Dat wij alle pionnetjes de goede kant op hebben staan. En dat we zodoende een hele eerlijke en lekkere boerenkaas kunnen maken.